Aan de voet van de Waagtoren in Alkmaar worden elke vrijdag duizenden Goudse en Edammer kazen verhandeld op een markt die zomers altijd veel toeristen trekt, vooral vanwege het kaasdragersgilde. Na de weging op ouderwets degelijke manier worden de gekochte Edammers allesbehalve zachtzinnig in de auto's van de handelaren geladen. Tevoren hebben die de partij altijd zorgvuldig gekeurd, waarbij onder meer gelet wordt op stevigheid en geur. Maar zoveel gaten worden maar eenmaal per jaar in de kaas gemaakt. En wel voor het Nationaal Kaaskeurconcours dat ditmaal voor de 20e keer werd gehouden. Van 10 verschillende kaasmonsters moeten de deelnemers de soort en de leeftijd bepalen en verder moeten ze een oordeel geven over de kwaliteit. Die deelnemers, dit jaar ongeveer 400, waaronder zo'n 30 Belgische importeurs, moesten het opnemen tegen de winnaar van vorig jaar, de heer Burggraaf, die herkenbaar was aan de gouden kaasboer die hij toen won. Doel van de wedstrijd is verhoging van de vakkennis van al diegenen, ook in het buitenland, die betrokken zijn bij de handel in Nederlandse kaas. Kennis van de kwaliteit bij kaasmakers en verkopers is daarom zo belangrijk, omdat kaas voor onze economie van enorme betekenis is. Nog altijd is een deel van de Nederlandse kaas afkomstig van de boerderij. Wij bezochten er een waar Erasmus in zijn jeugd 5 jaar heeft gewoond. De kaastobbe is een van de belangrijkste apparaten op de boerderij. Er gaat zo'n 800 liter melk in, waaraan eerst een hoeveelheid melkzuurbacteriën wordt toegevoegd. Dan komt het stremsel erbij dat ervoor zorgt dat de kaasstof in de melk vaste vorm aanneemt. Daarna wordt de gestremde melk door roostervormige messen gesneden. Een groot deel van het vocht, de wei, treedt nu uit en de vaste stof, de wrongel, bezinkt. De wrongel wordt uit de tobbe geschept en in de kaasvorm gedaan. 800 liter melk verandert zo in ongeveer 80 kilo boerenkaas. In de vele kaasfabrieken van ons land gebeurt in principe hetzelfde. Alleen is het proces grotendeels geautomatiseerd. Wordt bij de boerenkaas uitsluitend melk van de eigen veestapel gebruikt, waardoor de smaken sterk kunnen verschillen. Bij de fabriekskaas wordt er onder andere door pasteurisatie van de melk voor gezorgd dat de kwaliteit en de smaak constant blijven. Ongeveer 4 dagen blijft de kaas in een pekelbad, waarin onder andere de korst verder wordt gevormd en waarin de kaas zijn eigenlijke smaak krijgt. Wat op de boerderij nog met de hand gebeurt, gaat in de modernste fabrieken volautomatisch, vaak gestuurd door een computer. Er wordt nu nog een dun laagje plastic op de kaas aangebracht om schimmelwerking op de korst te voorkomen. Vorig jaar exporteerde ons land voor meer dan 1 miljard gulden aan kaas. Logisch dat men in de wereld van de kaashandel het vakmanschap in hoge mate stimuleert. De beste kaaskenner van 1979 was de heer Ruig uit Opmeer, die nu voor 1 jaar de gouden kaasboer mag dragen. De stop kan weer op de kaas. Of dat nu boerenkaas is of fabriekskaas, ze is in ieder geval bekend tot in de verste hoeken van de wereld.